Ik ben Annika. Ik ben presentatrice en programmamaker. En wij gaan verbouwen. Ja, ja, een echte verbouwing. En een van mijn grote wensen komt in vervulling. Een badkamer aan de slaapkamer met een bad. Yes! Maar dit is de eerste keer dat ik dit proces bewandel. Waar moet je aan denken als je een nieuwe badkamer aanschaft? Wat zijn de mogelijkheden? En wat wil ik nou eigenlijk precies? Ik ben vast niet de enige die deze vragen heeft. Dus in deze serie neem ik je mee in het proces van het aanschaffen van een badkamer. Van idee tot installatie. Hey, leuk dat je kijkt naar de derde aflevering van deze serie. De serie waarin ik vastleg hoe ik mijn droombadkamer ga krijgen. En als het nou de eerste aflevering is die je kijkt, kijk dan eerst even de vorige twee terug. Daarin zag je hoe we mijn badkamer helemaal het ontwerp helemaal maakten. Welke spullen ik uitkoos voor mijn badkamer. En in deze aflevering zie je hoe de badkamer uiteindelijk is geworden en het hele maakproces. Nou, nu vraag je je misschien af, joh, waarom doe jij die intro zo hier vanuit de auto? Kun je niet een leukere plek bedenken? Nou, dat kan ik wel, maar ik sta nu weer voor de deur bij Sanitair Winkel. En dat was niet helemaal de bedoeling dat ik hier naartoe zou gaan. Er is namelijk iets misgegaan. Maar goed, daar gaan we niet mee beginnen. We gaan eerst even met de dingen beginnen die wel gewoon goed zijn gegaan. En ze zijn namelijk al druk bezig geweest met het hele sloop- en bouwproces. De dakkapel is van de achterkant naar de voorkant gegaan. Er zijn muren gesloopt. De muur hier is er al uit en het dak hier is al helemaal losgesneden van waar de uitbouw komt. En hier is de uitbouw al helemaal losgemaakt. Daar komt het bed. En dit is een deur die heb ik gevonden bij oudedeuren.nl. En dat is een soort loods met allemaal, nou ja, tweede, derde, vierdehands deuren. Glas en lood, echt van alles. Hele vette dingen. En daar heb ik deze dus gevonden. Ik moet hem alleen nog even opschuren en verven. En dan is het toch wel heel bijzonder. Want dan kijk je dus vanuit je slaapkamer. Kijk je zo door die mooie deur heen. En dan zie je daar dus op de achtergrond, zie je al de tegels. Je hebt toch altijd zo'n moment in een klusprogramma dat je denkt, het gaat allemaal goed. En dan in één keer gaat het mis en dan gebeurt iets. Nou, dit is dat moment in deze serie. Wat is er gebeurd? Er is iets misgegaan met de voegen. En dan zul je denken, ja, lekker boeiend. Maar dat is dus heel boeiend, ben ik achtergekomen. Want de voegen zijn echt mega bepalend voor hoe je tegel eruit ziet. De kleuren, een iets te donkere voeg kan er heel viezig uitzien en... De voeg die wij dus hebben gekozen, dat wij, ik, alles, eventjes, alle blame op mij. Die ik heb gekozen is heel oranje uitgeslagen. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Je wil geen oranje voeg, want het lijkt nu dus alsof de tegels gewoon viezig zijn. En het is ook best wel een donkere kleur. Dus daarom vallen de voegen heel erg op tussen de tegels. Zie je heel erg van die vlakken. Terwijl het juist een soort rustig één geheel moest worden. En bij de roze tegels lijkt het alsof het gewoon vies ertussen is. Alsof je een oude badkamer hebt eigenlijk. Dus ik heb heel hard gejankt. Dat heb ik niet opgenomen. Dat heb ik jullie bespaard. Maar het is echt heel vervelend. Want alle roze tegels moeten er nu dus uit. En nou, ze hebben al geprobeerd om het ertussenuit te slijpen. Maar bij die roze tegels, die zijn super fragiel. Dus dan beschadig je eigenlijk gelijk die tegel. Dan gaan er allemaal hoekjes af. En dan krijg je uiteindelijk schimmel van. Dus dat is niet mogelijk. Bij de grote tegels gaan ze het wel proberen om het met slijptol ertussen uit te halen. En dan opnieuw te voegen. Maar voordat ik überhaupt opnieuw ga voegen, moet ik dus wel even goed weten welke voegkleur ik nou wel moet nemen. Maar ik ga nu eerst naar René toe. En ik ga eerst even kijken, oké, welke kleur voegen moet ik dan wel nemen voor mijn badkamer. Ik zit nu swatchshots te maken van de tegels. De kleur voeg, dit is beige. Nooit beige nemen, tenzij je... oranje tegels hebt. Maar beige is verder echt niet mooi. Hey, goedemorgen. Yes. Jij gaat me helpen met de voegen, hè? Ja. Ja, fijn. Nou, we hebben de verschillende kleurtjes erbij gehouden. Dit is echt helemaal wit. En op zich is dat leuk hierbij, maar dan accentueert het wel heel erg de tegel. Dit was jasmijn. Die is ook mooi, maar die is iets warmer van kleur.
En dit is licht beige. Dat klinkt als gewoon beige, maar hij ziet er heel anders uit. En die is eigenlijk perfect erbij, denk ik. Toch? Wat denk jij? Ja, ik denk de licht beige. Ja. Deze is iets vergeelder namelijk. En ik vind dat bij deze tegel wel heel mooi. Ja. Maar hier komt hij wat geler over en we willen geen gele voeg. Nee, we willen geen gele of oranje voeg. Nee, want dan lijkt hij vies en oud en dat willen we niet. Nee. Dus dan zou ik toch voor die licht beige gaan, ook al ben jij allergisch voor beige geworden na dit hele fiasco. Zo, nou, ik weet wat voor voeg ik wil. Ja. Dankjewel René. Alsjeblieft. Ik hoop dat ik je nu niet meer terugzie, anders alleen maar voor leuke dingen. Ja, precies. Dankjewel. Succes. Doei, doei. Doei. Ja, en gelukkig is het helemaal goed gekomen met de voegen zoals je ziet. En het is echt een wereld van verschil. Bij de grote tegels konden ze er gelukkig uitgeslepen worden. En zo ziet het er nu uit. En hierbij nog wat tips als je een badmeubel op gaat hangen. Als je een badmeubel op gaat hangen waar de wasbak al aan vast zit, dan is de hoogte die je aanhoudt ongeveer 90 centimeter. Met een losse wasbak hang je hem ietsjes lager. Eerst meet je op waar de beugels moeten komen, daarna hang je het wasmeubel zo, hoppa, in de beugels. En met de schroeven in dit kastje kun je hem nog omlaag en omhoog krijgen. De bovenste schroeven zijn om het kastje omhoog en omlaag te krijgen en met de onderste krijg je hem naar de muur. Dan gaat de wasbak erop om te bepalen waar die moet komen op je badmeubel en haal je het binnenste dopje eruit met je potlood, maak je een rondje en dan met de gatenzaag, ja zo heet het echt, maak je een gat in de bovenste plank. Dan de installatie van de douchedeur. Dit is een Saniklas douchedeur van 85 cm breed, maar je hebt ze ook in allerlei andere soorten maten en andere kleuren. Het is vooral belangrijk om goed stap voor stap de handleiding te lezen waar alles in uitgelegd wordt. De douchewand moet 18 mm van de grond komen, dus ze gebruiken hier een houtje van 18 mm onder de douchewand tijdens het installeren. Ja, en van deze puinhoop gaan we over naar dit. Dit is hem geworden. Mooi hè? Het is echt precies zoals ik had gehoopt eigenlijk. En wat ik van dit hele proces heb geleerd, van het hele badkamerverbouwproces, is dat je echt over de kleinste details moet nadenken. Zoals een klein detail, de voegen, wat uiteindelijk best wel een groot detail bleek te zijn. Maar wat mij heel erg heeft geholpen is om een Pinterest-bord te verzamelen en dat ook echt aan mijn aannemer te laten zien van oké, dit is wat ik ongeveer wil. Dan kom je uiteindelijk niet voor verrassingen te staan en weet de aannemer ook wat jij mooi vindt. Ik hoop dat je het leuk vond dat je mee kon kijken met het hele verbouwavontuur van de badkamer. Er moeten nu nog wat accessoires komen, want het klinkt nog een beetje hol en nog een lamp, nog een kleed. Als je nou wil zien hoe het uiteindelijk helemaal is geworden, volg het dan eventjes op Instagram, want daar ga ik ook zeker updates posten. En als je nou nieuwsgierig bent wat voor soort producten ik heb gekozen, hieronder in de beschrijving zal ik alles neerzetten. Dan kun je alles terugvinden. Dankjewel dat je hebt gekeken naar deze hele serie. Ik vond het super leuk dat je er was. Ik ga me nu maar eens even uitkleden en de badkamer laten lopen, denk ik. Tot de volgende keer.